Met de aanstelling van 75 recruten tot aspirantagenten van politie is de onderbemanning bij het Korps Politie Suriname nog niet verholpen. Volgens politiebondsvoorzitter Milando Atompay zijn er meer manschappen nodig. De Westenaren kregen hun epauletten met de eerste streep opgespeld. De vakbondsman geeft aan dat het binnenstromen van de groep van vandaag een druppel is op een hete plaat. Dat de groep versterkt wordt betekent voor de organisatie dat zij tevreden moet zijn, omdat de manschappen hard nodig zijn. Atompay stelt dat het over het algemeen veel beter mag gaan binnen de organisatie. Er is nu weer een licht in binnen van bijkans 300 mannen. En ik zit nu weer eraan te trekken om van de maand weer met een sollicitatie te starten van nog eens 300 mannen. En na die nog eens 300 mannen, dan denk ik dat we niet goed zullen zijn, maar wel een beetje, dan kunnen we wel een beetje ademen. Ja, en dat moet binnen een jaar ongeveer zover zijn? Ja, dus die mensen die nu binnen zijn, die moeten volgend jaar februari, april, zo, februari, maart afronden. En die jongen ligt en die moet dan tegen die tijd binnenkomen. En voor die tijd moeten we dan weer starten met een selectieprocedure. Atompay gaf nog mee dat er niet genoeg uniformen zijn voor de leden van het korps. Waarnemend korpschef Ruben Kensen merkt op dat hij discipline binnen de organisatie hoog in het vaandel houdt. En hij hetzelfde verwacht van de manschappen. Kijk, bij hun opleidingen toch? Een politieman wordt opgeleid. Toch? Jij wordt bepaalde handvaten aangereikt hoe jij je moet gedragen. Toch? Nou heb ik het vaak over de bejegening naar de burger, ook onderling. Als iemand over de schreef gaat, komt hij bij mij op rapport. Ik maak geen grappen daarmee. De discipline, ik heb het daarnet gezegd bij mijn schiet. De discipline hou ik ook in het vaandel. We zitten in een gedisciplineerde korps. Het is een gewapende macht. We grappen niet met de discipline. En ja toch? Elke gewapende macht moet gedisciplineerd zijn. Ja. De politiebaas geeft verder aan dat er een nieuw uniformproject loopt voor de manschappen waarmee er langzaam gewerkt wordt aan het wegwerken van het uniformtekort. Het gaat om de aanschaf van kleding voor meer dan 3000 man.